Ik kijk er heel erg naar uit. Je weet dat je op een mooie plek bent beland als je de aanvoerder van Ajax zo ziet kijken in dit stadion. In het gloednieuwe stadion van Tottenham Hotspur. €1 miljard heeft het gekost, Riepke Bakker. Dag dames en heren, u kijkt naar de vooruitblik op het eerste gedeelte van het tweeluik Tottenham Hotspur tegen Ajax. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Ajax, favoriet? Nou, dat zeggen ze hier bij Tottenham wel. Ik weet niet of het ontzag of respect of angst is. Weet Erik ten Hag trouwens zelf ook niet. Maar Ajax stelt wel mee in Europa. Ja, als je Real Madrid hebt weggeveegd en Juventus hebt weggeveegd, dan durft Tottenham ineens niet meer zo heel makkelijk over je te praten. En dan zijn ze misschien wel een beetje bang voor Ajax. Ja, waar komt het vandaan? Is het terecht? Nou ja, ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk belachelijk, want we staan hier in een imposant stadion. Als je naar de wc gaat, dan kan je voetbal kijken, dan hangen hier de schermen. Dus het financiële gat is er, ja. Maar op het veld, ja, het verschilt niet zoveel. Want Tottenham is uit vorm en Ajax is in vorm. En Ajax heeft spelers die in korte tijd heel veel geld waard zijn geworden. Dus in die zin, ja, er valt echt wat te halen hier. Ja. Jij stelde de vraag ook aan de coach, de veelgeprezen coach, Erik ten Hag. En hij reageerde nogal vurig op het woord favoriete rol. Zullen we even luisteren? Ik ga daar mijn energie niet aan verspillen. Waarom zou ik? En nogmaals, wij bereiden ons team goed voor. En dat doen we vanuit eigen kracht. Ja, dat was Erik ten Hag. Hij gaf eigenlijk totaal geen antwoord op iedere vraag die hierover ging. Nee, ja, dat is een beetje het spelletje. Ze willen vooral de druk niet te veel bij zichzelf leggen, maar meer bij de anderen. Nou goed, dat is ook een beetje het gekke eraan, want die druk die was er helemaal niet bij Real. Die was er helemaal niet, of in de wedstrijd tegen Real van Ajax, die was ook niet voor Juventus. En die voel je nu wel iets meer. Het is nog één halte naar een historische Champions League finale. Natuurlijk, deze halve finale is al historisch, maar ja, het is zo dichtbij. En dan tegen een tegenstander als Tottenham, die ook nog eens gehavend is. Dan denk je, ja, kom op, het moet nu wel gebeuren voor Ajax. Je hebt het woord al laten vallen, gehavend. Ja. Ik wil het geen pijnbank noemen, maar ik denk dat ze hier wel met enige argwaan gaan kijken dinsdagavond. Leg uit, wie missen ze allemaal? Aurier is de Ivoriaan. Winks is er niet bij. Nou, Harry Kane is er niet bij. Dat is de belangrijkste man, de aanvoerder, de spits. Heel belangrijk, Son is er niet bij. Die is niet geblesseerd, maar die is geschorst. En dan heb je nog vraagtekens achter de namen van Vertonghen en Sissoko. Wij zaten in de taxi hier naartoe, dames en heren. Dat heeft ongeveer 2 uur gekost, dat mag je best weten. En toen vroegen wij aan de taxichauffeur, ben je Tottenham Hotspur fan? Dat is een belangrijke vraag, hè, om hier te stellen, want er zijn 1600 ploegen hier in Londen. Het antwoord was nee, maar hij zei ook, ja, wie moet het doelpunt gaan maken voor Tottenham Hotspur tegen Ajax? Nou ja, dat is het grappige. Kane is natuurlijk de man van de goals. Nou ja, Son heeft dat prachtig van hem overgenomen. Die heeft 4 van de 8 goals in de knock-out fase gemaakt. Die valt ook nog weg. Ja, dan is er niet zo heel veel. Ja, ze hebben een oude Spaanse spits, Llorente. En dan hebben ze nog een Braziliaan, Lucas Moura. Maar het is heel moeilijk scoren op dit moment voor Tottenham. Afgelopen week ook nog eens 1-0 verloren van West Ham United. Ook niet gescoord. Dus wat dat betreft, het ziet er niet heel gunstig uit voor Tottenham, laat ik het zo zeggen. We hebben iets bereikt, maar we willen meer. En we willen beter. En we zijn niet tevreden, want tevredenheid leidt tot luiheid. En we willen iedere dag beter. We hebben nog één man niet besproken. Dat is niet Frenkie de Jong, waar we het al weken over gehad hebben. Ik wil het hebben over Dusan Tadic. Ja. Hij moet alleen Lionel Messi voor zich dulden. Wat betreft goals en assists in dit miljoenenbal. Ja. Dat zegt veel natuurlijk. Ja, de onderkoning van de Champions League. Nee, hij heeft 6 goals, 4 assists. Nou ja, Messi heeft er bij elkaar dan net iets meer. Maar hij neemt Ajax echt op sleeptouw. Het is wel grappig, want hij heeft hier natuurlijk 4 jaar lang gespeeld bij Southampton. Dat is ongeveer het Heracles Almelo van de Premier League. En daar was hij een goede speler, maar geen uitblinker. En nu ineens, bij Ajax is hij opgebloeid. Is hij de koning van Europa. Ik denk dat ze morgen in het stadion nog eventjes, is het echt Dusan Tadic als ze hem zien spelen? Ja, het is echt Dusan Tadic. Heel belangrijk voor Ajax. En ja, petje af als je in je eerste seizoen dit laat zien. Goed, terwijl achter ons de Ajax-ieders steeds dichterbij komen. Ja, dit zijn ze. Dit zijn de mannen die het moeten gaan doen. Dinsdagavond, 9 uur, wordt er afgetrapt hier in het gloednieuwe stadion van Tottenham Hotspur. En dan weten we of Ajax een kleine of een grote stap gaat zetten richting Madrid. Riepke Bakker. Ja, en dat kan ook wel gewoon, want waar wij in Real Madrid, of tenminste in Madrid nog dachten en in Turijn nog dachten, nou, dit is ongeveer de laatste halte, het is een sprookje voor Ajax wat nu al gaat eindigen, is de druk ineens heel anders. Want ja, Tottenham Hotspur, het is een hele goede ploeg, maar Ajax doet op dit moment niet heel veel onder, denk ik, voor Tottenham. Ze kunnen het. Wij gaan een stap opzij zetten voor u en we zeggen dag.